Goedemorgen, goedemiddag en goedenavond. Dit is Sue Paris met ondergetekende Sonny Paris. Wij zijn hier live op locatie en ja, je ziet het al eigenlijk, hoef ik deze man niet meer voor te stellen. De koning, de voortrekker, de activist, de ijsbreker, Wies Vijwankare, Amas Donevisi, is hij beter. En we gaan eventjes kijken wat de bijzonderheden zijn en kijken wat er in dat knappe hoofdje van hem schuilt. Weet je, wat er allemaal aan de hand is en hoe gaan we verder. Meneer Piqué, hoe gaat het met u? Nou, van mijn kant ook. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Je weet niet waar je me vindt, maar elke Surinamer die me kent en die sowieso weet waarmee ik bezig ben. One sweet nitty, one sweet day, dus wat heb je gezien zo idee? Oké, of wat heb je gezien dat je ati? Nou, dat me ati, toen ze voor me deed, omdat die Sami met mij de laatste tijd, naar voor negativiteit. En dat zijn dat naar ruimte in me ati. Dus dat me ati, toen ze voor me deed, op je zo positiviteit zijn de in me ati. En dat me zo kof, dat me profileren man, in de zin van wiki, me beren en als zij naar kon krijgen. En zijn aan negativiteit, kan je even heel kort erop ingaan, zijn aan negativiteit, in het bijzonder van de laatste tijd, de laatste dagen. Meeste negativiteit naar Ching voor politiek Suriname. De meeste zijn zij geverkeerd in Akondre, of als van situatie de in Akondre, naar echt puur zijn kinderen van politiek Suriname, 46 jaar lang. En mijn breed die al langer ook toe, komt dat ik direct, dat ik me zie dat boom voor staan aan mijn wiki. Maar mijn man takete dat boom voor staan aan mijn opoknapo, of opomop of de bedi. Ik met dat wiki dat de wiki ba, de chic pas op zee wego. De draai naar bedi. Ja, de draai dat de bedi look heeft hem op na voor de sumai karding. Is dat niet ook de look heeft de sumai karding? Even van kon, is dat niet dom bakan na je te kwantoetje? Dat de chico tegi papa, je wat geroepen de te. Boe heeft nou maar dat tent dadelijk er ik ben er niet. Toch met nou aan, dan nog mee kon. Dus boom voor de wiki ba, maar de noan op knap te, de noan koite, maar nadat na mi wens nu nog de voor de op kon. Over een boel voor wiki, want het valt mezelf ook op, dus ondanks de duidelijke fase zeepsa, toch, als je nu op tien zo, je zou het sneller en heftiger verwachten, maar nu go, zou je denken dat het een probleem dat is, na probleem dat is? Nou eerlijk gezegd, er zijn nog steeds twijfels, en de politiek heeft nog steeds een grip. In de samenleving, als je kijkt naar voor partij die in de coalitie, wie is toen nog een functionair, maar naar voor de. En de twee zijn de, voor de drie, maar een big politiek partij in de kondre, ook toe de andere mag. En is op de modus operandi, de meeste zijn niet gewoon aan money. En money, beloftes, wat was je de maken aan je. Er zijn veel mogelijkheden nou, aan het moment dat coalitie. Toch? Dus de man op de smaf de man, zodat de man kan beloven zijn niet morgen gemakkelijk. Waardoor de mij hoor op is dat hij zit. En voor de rest, ja, boem voor smassa de ontevreden. En ook teleurgesteld in een keuze zijn de mekki, zijn no een soort visie eten. Of kan de vinding reden genoeg eten voor soort visie, omdat kan de fout zijn de man is een mekki. Ik geef de zijn fout zijn de man mekki. Oké, we hebben hier een wat ik wil doen, op Facebook en op net de hechitaki, de maatregel voor het verdedigingsmechanisme. Ja, maar vorige partij bij de UNTO, dan op de Bari en dat soort dingen. Wat je vindt van Taki dat doet? Nou, eerlijk gezegd zijn dat Noro Komoro. Zijn de attacken dat Noro Komoro, omdat die UNO een tak moren over de vorige regeringen. Toch, en voor tak over de vorige regeringen, dan heb ik go boomfara in de geschiedenis, dat eten. Dan nog een vinden waar regering zat weer zo slecht lekker die zie. Toch? Dus te wat ook voor vorige regeringen, dat betreft uno. Dit is baser voor kabinet voor vorige regering. Een regering is dan ja, een maand ook om, wat ook voor vorige regering. Want uno wat herinner voor een regering is nooit moro. Een regering is zo de one trauma. Zolang je wat tijd hebt, je vindt dat de slechtste periode Suriname heeft meegemaakt, was er regering Chandrika Prasad Santokhi, Ronnie Brunswick. En ook in de geschiedenisboeken. Want alle andere regering bedoel bijna als refsani. De voeren, de gewantumma ruimte, nepotisme, alles aan de bedeni. Maar de man is doet toen ze voeren in Tuyari. Waardoor de man is ook Guina aan geschiedenisboeken als slechtste regering in Suriname ooit. Meer geluiden op de straat, dat de wijk de man de haastige dieven. Dat de man op haast voelt.
accumuleert zijn, want voor wie de man schrijft saptaki, hun einde is nabij en ja, dan moet ik zijn. Maar look on dan Abi, want jij bent een insider, jij bent een trekker. Ja, ik beschouw je nog steeds als een man van de eerste uur, dus wat dat betreft moet dat gezegd worden. Ja. Wat staat er op komst, Isabita, over misschien de organic movement? Ja. De organic movement. Sterke movement. Ja. Wat zijn de bijzonderheden, you tell me. Nou eerlijk gezegd, als ik de organic movement moet volgen, degene de leaders op dit moment voor actie, daar zijn we op de planning dan op maandag. Moende de man gaat door, toch? Bekala is anders dat man gaat moende de man gaat door. Dus ik ben volg de man dat na moende me begin bereid me voor en met moeite ook te voorbereiden om een trast aan man voor, met de man begrijp dat hij afetisa wat bij fit nu nodig en ook die organic movement. Toch? Politiek altijd op een systeem sa, terwijl man een broko, een movement sa, opos ma ai, dat hem ik gebruik en leek je een movement dat die eko op die is refi. En dat hem ook creëer alle soort model, dat map alle soort scenario, zoals of hoe kan tja zo'n movement of zo'n activist of libisma, in een kwaad dag leek de mekare karakter moord, nou een mooi woord toe. Toch? Waardoor a people begin twijfel. Maar wat het Surinamers wil vragen om niet af te dwalen van hun focus nu. Toch? Want iedereen is bijna wakker. Deze komt niet vandaag. Deze vraagt vrij morgen. Deze komt. Maar ik denk dat ik het door. Ik heb ook plannen om te doen. Ze ook om massaal naar door te zien. En wat ding moet het belangrijk zijn dat ik het verstand begrijp. En om bouw tap vakbond. En om reken tap politiek. Want politiek na sampo toe in die. Dus politiek aan de waan zou maar puur uit de situatie die ze. Ook al zijn ze in de oppositie, coalitie, het zijn nog steeds vrienden, ze hebben nog steeds contact en ze weten precies wat ze moeten doen om de bevolking gewoon gescheiden te houden. Oké, okay, is de organic movement daarvan op de hoogte waar meneer Hellens, Hellens Betakwantusani, met name over de ijzer en allemaal bij Uitaki, aan de regering zei Konu. Dus hierna, dat je dan moest draaien om hun wetten terug. Ja. Zie je ze dat doen? Ja. Zie je dat gebeuren? Kijk, we wacht die regering zijn economie. Hoe een burger kan creëren een regering dat Oesrevi. Omdat die, behalve los van de politiek, heb je heel wat integere Surinaamse burgers. Hier en ook in het buitenland. Die graag een steentje zouden willen bijdragen. Kundige mensen, mensen met kennis. Die graag een steentje zouden willen bijdragen. Of een soort burgerbestuur moest kunnen doen. Waardoor alle de oude politieke partijen we hebben nog zien. We zijn 2 jaar lang de man bezig. En kinky, alle de wet zijn ook een voordeel voor politici. Met de zaak kon gewoon op schaal. Boem voor wet moest kinky of herzien bepaalde wet. Want wat de oude wet deed, zij gebruik in attendie en op de wet dat van nodig. En dat kan de bakken aan 2 jaar dat die toe kinky alle de wet. Dat we als een vrij bakken dat die nieuwe verkiezingen. Even, maar dan waarom zou je dan weer terug naar af? Want dus op dat in 35 jaar zijn op de partijpolitiek. Heeft ons in, dat, in deze situatie de reden waarom ik zelf de organic movement heel interessant vind, omdat meer want te zijn en beheer dat voor jou toe weliswaar in andere bewoording, maar je zegt ongeveer hetzelfde. Dat kan vast van weer doen, mag mooi gaan nooit morgen, want het is 45 jaar liever. Ja, nee, dat is zo gebeurd. Ja, dat is true. Als 46 jaar lang politiek zou voeren naar Kondre. Dat willen we opruimen, maar politiek houdt nooit op. Ja. Toch? Maar alleen het feit dat je dus maar ook kan worden bewust dat je macht die dingen ding. En dat je kan eis bepaalde zijn niet op voor amangsa de in dienstvoeding. Alleen het feit dat je de merk op dat je met Surinaamse mensen kan je niet meer zollen. Ja. Want we pikken niet, want onze voorouders hebben gepikt. Dat je ziet dat je het beleid zo komt bakken de 2 jaar is met dat je de man tekie en ook een keer bepaalde wetten herzien is dat niet. De man, dan ga je die automatisch gaan die oude partijen doodbloeden. Ja, toch? Man. Want er gaan nieuwe, jonge mensen komen. Ze hebben het ook frisdenkende mensen, dat ook de waaier trouwens aan niet. Waardoor oude politiek bijna nog op kans verkoop in Olokong. Toch? Is, ja. En vooral de wet kenki, dat de man zegt voor Shitaki, toen ze voor financiën deden, want de wet is zodanig. Taki alasani sa yu teki. We kon tek baka. En wie is ook in politiek? In een man kon verdienen, je kon verroken.
Dus afhankelijk van de wet moest geen kinderen in dit toejaar dat die en dan pas kunnen we nieuwe verkiezingen uitschrijven. Mm. Dan zijn die oude politieke partijen doodgebloed mm. en dan kan de want een nieuwe op de idee. Oké, dus jij zegt tegen mij dat heel politiek bestel door dat wat er nu aan de hand is, dat kan maar ook kindje helemaal. Ja, dat zijn nieuwe denkers die dat mm-hmm. soort dingen willen creëren. Mm-hmm. En deze jongens maken ook deel uit van de nieuwe denkers. Mm-hmm. En Mapo Heers leest samen volgbaar. Ja, want toen kilt dat bepaalde leeftijd die ook denken met moderne opvattingen. Mm-hmm. De kilt dat deze samen volg ook toe, maar alleen kan de maar leeftijd gupjes ook bij. Mm-hmm. Maar dat gomme kan de naar technologie. Maar een groep. Oude bokken, zoals je die ook hebt, let van je hebt naar politie corruptie, je hebt oude bokken. Je ziet openlijk even tegen de nieuwe denkers, nieuwe toch? Nieuwe onderwijs heb je ook die oude bokken, zij werken de nieuwe denkers, zo heb je overal. Dus je ziet dat dit zijn de laatste jaren van politiek dat Suriname heeft vernietigd. 46 jaar politiek, naar de laatste jaren, dus dit is naar de laatste symptomen. Dus alle de man kracht die de man gebruikt, like van de man is nodig, dat ik door vat omdadelijk. De man gooi, de man begint te tek, alles aan de tek, maar zomaar door vet tek nodig. Want een model dat komt, de wet kinky, dat is aan het kinky. Gaan we alles terughalen. Yeah. Alles gaan we terugpakken. Dus nodig is zomaar de vet tek, want dadelijk, tegen de man komt bewijs hoe lang is dong en om mijn money te verdienen. En zij verdient het, dat je ziet dat schrijf een wet per minister en kom dat wat je in het doen boem, dat je kies ontslag en dat omdat je in het doen boem, dat je paigo door je heel liefde langa. Ja. Ja, ik boem samitaki. Omdat je in het doen boem, minister, wat je in het doen ontslag en dat je paigo door je heel liefde langa. Omdat je in het doen boem. Dat is roven van het volk. Ja, toch? Dus al die dingen gaan we moeten, al die wetten gaan we moeten herzien. Oké. Staatkundig, alles wat in de grond. Op de grond, in het water, in het bos, in de mijnen, in de lucht, is van het volk. 1000%. Zeg ik dat goed? Ja, helemaal. Het volk is daar eigenaar van. Ja. Het volk heeft de staat het mandaat gegeven om al die rijkdommen voor haar te beheren. Te beheren, ja. Oké. En de staat heeft dus een geweldsmonopolie gekregen van het volk om dat te handhaven. Maar als het volk in opstand komt, en de staat keert zich dan via de politie en militaire apparaten die voor het volk hoort te werken. Mm-hmm. En de staat keert, is dat geen teken van contractbreuk? Dus ik ben een beetje technisch, hoor. Ja, dus probeer voor heel technisch, maar als u me al een tijdje volgt, dan ik kan dat je dat aan kan. Vanaf het eerste interview met Tegi Wansani, wie slaapt in de democratie, wordt wakker in de dictatuur. En dat is wat er niet uit. En dat is gewoon, dit zijn gewoon symptomen van dictatuur. Waarom? Mm-hmm. Ze vinden dat ze democratisch gekozen zijn. Maar ik kan je één ding zeggen. Ze weten dat ze democratisch nooit meer gekozen worden. Okay. Dus ze willen, dus die miljardenstoel willen ze niet loslaten. Want if not op democratie, dan wacht die voor worden gekozen bakken. Dan weten ze precies dat niet bestaat. Okay. Dus alle fascisten gaan overleken gaan. Om zo lang mogelijk dat ding te dralen. Om hun dingen te doen. Maar het gaat op den duur voor niks blijken. Waarom? Allah zal de man tikkie. We go tik bakken. Dat de man stellen. Oké. En ik zie tot mijn genoegen zie ik een paar mensen in de organic movement die met de wet en recht, dat die dat goed mee, ze zijn er goed bekend mee. En wat het volk vraagt eigenlijk is van, zijn die mensen wel capabel genoeg om dat wat je zegt, hebben we wel de wil en het materiaal om al dat geld dat ze gestolen hebben, en met name over de laatste 2 jaar laten we dat veilig houden om dat terug te halen. Is dat een garantie die de organic movement kan vinden in jouw persoon? Nou, zoals je weet, zoals we weten, weten we wie wat de functie is van de personen, twee personen, de kopstukken van organic movement, Raoul Hellings en Sergio Gentel. Ja, we weten precies van huis uit waar ze komen. Tak de mannen, tap dat de mannen. Die mannen zijn wethandhavers en dat op niveau. Ja. Toch? Vandaar dat ze ook een beetje meer weet hebben voor wet en recht. Ja. Daarom ook toen meer attacking midden in wat leerproces nodig. Ja.
Toch, ik leer van die mannen. Ik zie precies waar ik het misschien verkeerd deed of hoe ik het anders moet aanpakken. Maar daartegenover zie ik ook fouten die hun maken, die ik dan niet wil gaan maken. Ja, maar feit is, ik ben blij met die mannen. Sabi toch? Ik, want misami breitina, leg van mij leg je altijd uit. Succes, ik kan prantide, de shifa egro, Tamara. Toch, je naf de na einde voor als succes dat je pikje de vrucht toe. Okay. Succes na je prana bon en de shifa bon egro. Dat op den duur wist aan je kon pikje de vrucht toe. Maar de team view na de tramasa je rokona bon, de team dat kan pikje de vrucht toe. Dus eerlijk gezegd, ik denk dat die mensen wel capabele contacten hebben. Mm-hmm. Toch, misschien zitten ze ook ergens daar in het bestuur, weten we nooit. Mm-hmm. Maar. Er zijn capabele mensen die deze troep kunnen opruimen. En dan heb ik het niet alleen over jonge mensen, want uno meka fout taki, want in de jongens ma abani de tu. Taki de filuka argeren san sa. Yeah. Les tak de meeste na young boys aan fufuru. Dus net ook weer boos als dat jongens ma, maar het gaat over handelen en denken met moderne opvattingen, los van rancune, los van broodvrees. Democratie moeten weer in stand proberen te houden. Okay. Vrijheid van meningsuiting. Dus am de wa heel trasranang. Okay. Dat je dat is aan man, ook kiezen trafasi, ook denken trafasi en handel trafasi. Oké, okay. Je had het net over democratie. Mij is opgevallen, want we hebben democratie, ja, is een naam. Maar als het volk bijvoorbeeld een derde van zijn stem aan de NDP geeft en een derde aan VHP bij wijze van spreken, maar NDP en VHP willen niet samenwerken. Dan is dat geen democratie toch? Dan is dat geen democratie. Nee, dat is geen democratie. Maar dat is nou net wat er de afgelopen tijden is gebeurd. Maar daarom zeg ik toch, we moeten alle wetten moeten we gaan herzien. Mm-hmm. Kiesstelsel, alles aan de man Boloko, dus de wordt zijn ook in voordeel van bevolking. Okay. Want sinds die de man de onafhankelijk naar de maas heeft zitten, mm-hmm. en de maas zitten zodanig dat hij vader in de voordeel. Mipje neef ik ga winkelen en mij voer van chocola en mij zorg tot toemoen. Toch, mijn boy voor minister en zoet want er aan mijn boren kind in aan mijn gong en aan mijn zorg niet is one day. Bak mijn ting aan mijn go, bak aan naam aan mijn hij is mijn neefje, hij moet naar huis. Is dat dus? A politiek met bepaalde zijn is sa, waardoor alles aan het moest kon kinkie. Dus je hoeft je niet druk te maken. Bespaar jezelf die zorgen. Al dit soort dingen moeten nieuwe denkers zien op te ruimen. Ik heb jullie gevolgd, meneer Hellings en meneer Atompai, Marleen en Maisha Neus. Ik ben van plan om trouwens jullie allemaal af te lopen, want ik sta. Je weet het, ik ben niet objectief, ik ben partijdig. En mijn partij, dus ik ben partijdig omdat ik voor wet en recht ben. Ja. Niet voor rechtvaardigheid en dan maakt het mij niet uit wie er zit. Ja, ja, ja. Want in VAP Bedouin, ik ben geen racist en jij bent het ook niet. Nee, in VAP Bedouin had je niks van mij. Maar wij komen poersang en daarom heb ik niet aanvolg tegen het onrecht. Ja. En dat maakt het niet uit. En ik zie van, er is zoveel vuil op jullie gegooid. En meneer Hellings en meneer Atompai die hebben nu de man bokde in de boven maaiveld. Dus Hellings naar gentle. Gentle. Dus de meibonk alles stond op de matapu. Wat gaan jullie doen om dat te counteren? Kijk. Niet dat je strategieën hoeft te maken. Maar het enigste wat we moeten doen, we moeten gewoon blijven focussen op het doel dat we willen bereiken. Ja. En dat is middels deze straatacties de regering en regeringen die hierna zullen volgen, door op te wijzen dat de macht mag nog steeds in handen van de bevolking zit. Okay. Toch? Dus wie sabo sanunu de, dat na eerste signaal. Tak de mo bongsto nak de man, dat a voorbereiden dat niet begide olangak, maar zolang hij wan kafe zie, hem stel op tap je bakajari, wie is nou wat dagu voor buurman ibe chiri die bij de sixiari, atori okado. Dus nou de allemaal be one kong of so one kong eten na vrede dat na enigste sakamiti voor de rest niks anders. Oké. En dus zoals ik je nu hoor praten, dan kan ik uit opmaken dat je 100% achter de organic movement staat. Ja. Tot zover sta ik 100% achter Organic Movement, omdat mensen als een sociële man go. En misabi ook toe, like activist, like warrior, misabi sami kan bereiken. Wie is na bakken a actie voor de man die zie? Wie is precies Sami Leri en Sami kan bereiken in haar vervolg, Sami gebruik in haar vervolg. If Kotak de man die zie, moest go take pressie in Kotak aan jong bestuur.
toch? Ja. Dan moeten ze nog steeds weten van, hey, ik wil je boemang abaka. Zatak aan een kom. Is dat niet ook? Dus ja, ja. De man auto moet sap direct van mij denken dat if Kotak wants tot jong bestuur komen, maakt niet uit, alles kan gebeuren op dit moment, want we hebben liever iets anders dan wat nu aan zit. Is dat niet ook? Alles dat nu kan komen is welkom, behalve dat wat we nu hebben. Ja. Toch? Dus if kan ik de maar eens gaan vinden een model kon door te dappen. Ja. Dan om vergeet die taxi brand op je dat abaka. Tuurlijk. En papa dat of vuren, if uno schrijft tjare waka na schrijft fasi. Maar lek van Michi, lek van Sasa ne waka. Missy Taki, de boy, de ideeën voor de man boom. De man dit op scherp. Dus yeah. Met de man focus op de man kon doen naar een people. Yeah. Met de man een spang naar de man bon kon. Want de biggest man was aan het dagi. Want bon sanap vroeg toe in die. Libis man een bon tiki go in die. Dus die jongens zijn aan het groeien. Yeah. Ze worden alleen maar groter. Mm-hmm. Ook sterker hiervan. Mm-hmm. Dus ook gwente sandis na sanang. Dus het is niet nieuw voor ze. Dus let's move on, boys. En de organic movement is nog steeds geen politieke partij. Nee. Nee, nog niet. Nee. Zal het ook niet worden, denk ik. Zal het ook niet worden. Nee. Oké, maar Samishi is dat je in a jugu-jugu krachtig maar jaja maar drijven kan ook toe. Ja. Dat de mensen op elkaar die jaja onmassief drijven kan ook toe. En dat zijn mensen die integer overkomen. Ja. En we hopen dat ze zich integer blijven gedragen. Ja, ja. We hopen dat ze krachtiger blijven. En we hopen dat ze Suriname en samen met jou in het rustigere, rechtvaardige en welvarend vaarwater brengt. Heb je nog iets te zeggen voor het volk? Nou, het enigste wat ik wil zeggen en de mensen blijven aanmoedigen. If you wiki ba, wiki you sa, wiki you brada, wiki you chin sa, you chin nefo, you pasrefikan kari, imalkar alas matea castrati. Omdat die omoro snel en omoro snel agroep komoro biki na omoro de probleem o los op. Want wat toesan dit is de man wat voer in prijzen op ete, olie ook kring ete, omesano sa ete. Maar na uno de mei luku, if uno tapengi de man die si no no de, uno fin no wan boom boom rei de moro, pe alas maknap nembaka. Want de man voer campagne no no de, en tijdens politiek campagne fout nemeki, dus fossi denki, de mij zo charo go po te, te go mi 2025, na zonder voor merk op, u go achteruit, en zwaar achteruit. Eigenlijk heb dat geleef vastande, is dat die, dus man, ik dus maar kies de naam al lollipop. No. Want dat na zijn, want Suriname vergeten snel. Ja, maar dat gaan ze nu doen, ik bijna, de man vergeet dat money teki toch. Ja toch. Want de mij bige poes de San Fellings kon, de mij poes San voor First Lady kon, San voor Leo Brunswijk, San voor zo. Alleen is aan het eten, dus maar goed, tap, want focus. Ja. Omdat ze naar mij focus, want ze niet one wiki, two wiki, dat ik ba. Dat ik ba. Maar dus is maar vergeet dat, want toen maar hoe voet er die. Ja. Dus maar vergeet dat ik gewoon in het midden van de nacht aan money zou sparen, aan belasting money zou hebben, zou om bezuinigen, aan dat die de man te kemperen. Ja. Dus maar vergeet die, dus man, vergeet dat is dat die. Ja, want het volk heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, wat is dit? Vergeet die, de motang berengi, de motang berengi. Oké, dan heb je tot slot nog een laatste vraag. Hoe ziet u uzelf en Suriname over 5 jaar? Nou, ik heb mijn doel... Hoopvol jaar, ik heb mijn doel nog niet eens bereikt in 8 jaar. Want ik heb nog 8 jaren om alvast te evalueren en te kijken waar ik ben aangekomen. En daarom over 5 jaar minimaal takete. Omdat ik heb het IT-jari voor pot amessie voort. Dan zijn we er bezig. Okay. Dus over 5 jaar dan ben ik misschien dichtbij mijn doel die ik wil bereiken. En dat is namelijk Surinamers zoveel mogelijk te inspireren om een andere denkwijze, een andere mindset te gebruiken. Zoals ik kan je alvast geestelijk, heb je ook lichamelijk, een vooruitgang voor akondre. Dus voor de rest, mijn aptoonsi voor Sani, Sam kan bereiken in 5 jaar. Ambieer jij zelf een politieke functie? Ik heb eerlijk geen, antwoord, nog draai ik, ik heb eerlijk gezegd, ik heb geen politieke ambities. Ambities. Eerlijk gezegd, ik wil dat activisten moeten blijven. Snap je toch? Ik kan wel leven en mijn doelen bereiken zonder de politiek. Reden waarom? Het moment dat die Surinamers al wakker zijn,
het moment dat ze al beseffen dat wij macht hebben, dat moment dat die na mi kan roko trangen naar mi activisme, mi warriorschap, kan je dat gewoon door realiseren doelen. Het welvaartsniveau wordt dan omhoog gekregen. En dan is het niet zo nodig dat u zich op een politiek vlak gaat begeven. Hoeft niet, hoeft dan niet. Is het waarschijnlijk ook niet meer nodig dat je activist wordt. Dan kan je gewoon je ding doen. Eigen ding ja, doen. Ja, ja, zeker. Oké, met deze hoopvolle gedachte, want Poenen is zo hoop. Jajaman, goede zoon, meneer Cibrano Piqué, groet jullie. En hij zegt nog een keer: wie slaapt in een. Wie slaapt in de democratie, wordt wakker in de dictatuur. Cibrano Piqué, a coronboy, sa geboren para. Onverwacht. Bo secondre. Oké. Dit was Superis TV live met de goede zoon van Suriname. Blijf ons volgen, abonneer je en tot de volgende keer. Cibrano zwaai even naar de mensen. En jullie wel hoopvol horen. Zeg ze, het komt goed. Zeker weten. We ruimen rommel die zeker weten, 100%. Oké, mensen, bye bye. Zwaai.